Nieuw leven. Misschien heb je er nog nooit zo naar verlangd als nu. Alleen op de bank op zondagochtend, kijkend naar een bijna leeg kerkgebouw. Verlang je naar groei, naar zon, naar vernieuwing. En je weet, ik mis iets. En als je iets mist, is het je wat waard. Maar wat als je de kerk niet mist, als het zijn waarde heeft verloren? Eerlijk, miljoenen Nederlanders missen de kerk niet meer. En jij, mis je het echt? En wat dan precies? Het samen zijn, het samen zingen? Is de kerk nog de plek waar je vernieuwd wordt in je denken? Of is er slechts comfort, gebruik, een goed gevoel, contact? Is het sleets geraakt? Is de eerste liefde verwelkt? Is Jezus de deur gewezen omdat hij te veel lastige vragen stelt? De geest niet meer voelbaar omdat het leven ons heeft afgestompt? Dan is vernieuwing nodig. Wisten ze in de reformatie al. En dat begint altijd bij hem, Jezus. Daar gaat kerk 2030 over. Christus zien, God ontmoeten. De eerste praktijk, de eerste liefde. Want wil je lente, wil je vernieuwing, dan begint dat niet bij jezelf. De geest waait en alle begin is al gezaaid. De nieuwe dag begint als het donker wordt. En in de aarde rust dan al het zaad, wachtend op de zon en het water. Alles gegeven door hem, in hem, van hem. Vertrouw op de kracht van zijn genade. Hij vernieuwt de kerk sinds Pinksteren al 2000 jaar lang. En als het dan licht wordt, en het wordt het, altijd, mag je wel gaan schoffelen, gaan wieden, bewateren. Doe dat toegewijd. Haal het beste uit de grond. Doe het omdat de aarde en al wat erop is je is toevertrouwd. Neem daarom het voortouw, maar blijf ook volgen. Oh, vergeet niet om een bankje neer te zetten om te genieten van de tuin. Kan een beetje Calvinist nog wel wat in groeien. Het is niet allemaal van jou afhankelijk. Je mag best oefenen in heilig en toegewijd leven. En ook dat doe je samen in een community. Leven uit liefde, gericht op de gemeenschap. Alleen is ook maar zo alleen. Zo sluit je aan op Gods missie. Zijn missie om door de lokale kerk jouw buurman of buurvrouw te vinden. Zijn missie om herstel te brengen in je relatie met hem, met zijn schepping, met elkaar en met jezelf. Zo zoek je een nieuwe levensstijl, die van de goede rentmeester. Omdat de aarde en al daarop je is toevertrouwd. Daar is leiderschap voor nodig, persoonlijk en dienend. Biddend om wijsheid, groeiend en gaven, mag je moed ontvangen. Om zijn eer en de bloei van je medemens op de eerste plek te zetten. Dan verlang je niet alleen meer naar groei in geloof, hoop en liefde. Dan ga je dat echt zien. Want weet je, echte vernieuwing levert altijd vrucht op. Ook voor jouw lokale kerk.